Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En het is tijd om eventjes wat Thunder Kings te gaan vergelijken. Ja. Want daar heb ik eigenlijk best wel zin in. Ja. Weet je wat ik wel even wennen vind? We doen nu de intro vanuit de hand. Ja, klopt. Normaal doen we statief allemaal heel netjes en zo. Ja, maar het is decembertijd en dan doen we dat allemaal zo heel mooi. Zeker waar. Maar, ja. We hebben een tasje. We hebben een tasje van Vuurwerk Totaal. Oh, ik kan niet wachten op onze bestelling hoor. Nee, dat is zoveel, maar check dit. Oh, hebben we nog nooit gehad. Nee, de 6-6. Maar, ja. Dit is een Thunder King vergelijking. We staan natuurlijk hieronder, hierboven in de titel. We hebben dus de 6-6. We hebben hier ook de detonator uit mijn hoofd. Juist, de detonator. Je hebt juist werk gedaan. Jazeker. We hebben hier ook de shock. Dus dat is gewoon de shock algemeen. We hebben hier ook de single shot. Dat is deze standaard rode. En we hebben de dumbum. Zo. En dat zijn de dumbum Thunder Kings. Allemaal legaal vuurwerk. Ja. Zelfs de dumbum. Zelfs de dumbum. Want ik wou nog vragen van mag dumbum wel in Nederland en het is Nederlands vuurwerk. Want je kan het gewoon bij Vuurwerk Totaal kan je het gewoon bestellen en kopen. Ook kreeg ik de vraag van ja maar als ik nu bestel, wanneer kan ik het ophalen of wordt het verzonden? Nee, vuurwerk mag niet verzonden worden. In het algemeen gewoon ook niet. Dus je ook niet categorie 1. 177 winkels door Nederland. Ja. En elke 10 minuten van jouw huis ongeveer zit een Vuurwerk Totaal winkel. Precies, dus je kan het gewoon ophalen de laatste 3 dagen van het jaar wanneer het mag. En we kregen ook een vraag van... Is dit namaak van Classic? Nee, dit is van Classic. Dit is echt origineel uit de fabriek van Classic. Ja, wat kijk, je kan het ook gewoon zien. Hier. Ja, maar mensen dachten namaak, joh. Nee, dit is gewoon Classic zelf. Ja. Dus dat is mooi. Zullen we stoken? Ja. Nou, Sven. Nou. Hier zitten wel de voetjes, dat is wel even belangrijk. Deze voetjes moeten er natuurlijk op. Klopt. Maar ik zie dat we 2 voetjes hebben en 2 zonder voetjes. Even een mooie tip. Stel, een voetje valt eraf in je tas of wat dan ook. Kan je het voetje gewoon eraf halen van een gebruikte en die kan je erop zetten op een nieuwe. Zo kan je hem gewoon net het rechtop neerzetten. Precies. Recyclen doen we samen. Nou. Ik niet. Sven. Ik mag vuurwerk afsteken. Eindelijk. Dat mag jij hier wel, ja. Kijk, weet je waar het is? We beginnen van klein naar groot. Gaan we ze vergelijken. En daarna gaan Ik weet het al. Welke het beste is. Ja, want er gaan 2 net zo hard. Maar dat gaan jullie straks zien. Ja, maar dit zijn de kleintjes. We moeten ook een beetje prijs-kwaliteitsverhouding. Want dit is de Thunder King vergelijking. Dit is een kleintje. Hier zitten er heel veel van in de verpakking. De prijzen weet ik even niet zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd. Maar ja, die kan je op de website kijken. Dus, precies. Let's go. Dit is de shock. De kleine. De shock. Hoog hoor, voor een kleintje. Ja, echt, die shocks, ik denk dat dat wel een van mijn favorieten is, want die zijn heel klein, gaan echt goed hard. En voor die prijs, toch. Weet je wat mijn favoriet is? Ik denk die 6-6. Ook wel lekker, hè? Deze heb ik nog nooit gehad. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Zo! Oh mijn god! Oké. 6-6, ook nooit gehad. Zo, deze ging hard. Oké, ja. Die kleine die gaan hard, maar die gaan wel heel hard. Nou, 6-6, daar hebben we een container van gelost, hè. Och. Dit moet goed doen. Oké, met knetters. Even hard als die andere. De detonator. Deze is heel mooi. Dit is echt een vergelijking. Ja, we doen hem heel netjes. De detonator. Minder. Maar is minder. Maar die andere heeft weer knetten. Dus... Ja, maar deze heeft zo'n til, hè? Of hoe heet dat? Zo'n felle lichtbron. Dus, inderdaad. Maar deze was echt minimaal. Kan ook een beetje aan de Thunder King liggen. Maar die was echt minimaal. Nou, en de laatste, dumbum. Ik denk deze gaat echt net zo hard als die rode en die gele. Ik denk dat deze het hardst gaat. En deze heeft een til, dus echt wat verder afstand. Ja, deze heeft boeket. Hij is ook het mooist. Qua knal is die hetzelfde. Alleen er zit een titanium effectje in. Er zit een til aan, dus die lift is lekker. Hij gaat lekker hoog. Dus qua prijs-kwaliteitsverhouding, ik stem. Ja, ik weet het. Ja, die rode, die vind ik ook hard hoor. Ik vind deze 3 wel echt goed. Maar als je een beetje voor prijs kijkt, vind ik deze heel erg goed. Want hier heb je er heel veel gewoon in 1 doos. En deze 3, ja, dat zijn echt toppers. Alle 3 zijn ze gewoon echt toppers. Sick. En de dumbum, ja, die zijn best wel prijzig, maar daar heb je ook wel wat. Ja, maar die heeft ook sier, want in de avond zijn ze prachtig. Ja, ze zijn prachtig. Maar even qua prijs, zit ik dan te denken, ze zijn kapot goed. Voor die prijs heb je wel echt goede sier. Allemaal zijn ik ben ze goed. Van, ja, inderdaad. Eigenlijk komt het daarop neer. Ik vind ze allemaal vet. Ik ben benieuwd naar jullie reactie. Ik zeg, Koen, stoken lekker op los. Nou, Koen, stoken lekker op los. Ik wil denk ik 3. Hé, doe ze een vergelijking met allemaal tegelijk. Dat is wel veel hoor. Ja, maar dat kan jij. We hebben een super aansteek. Oké, jongens, daar gaan we. Alles tegelijk, tot zover het kan. Ja, kom maar weg.
niet gekeken naar boven. Ik ook niet. Want er staat een boom. Eén is kapot geschoten. Ik zat echt te kijken. Oh, het was echt zo van, oh, er staat een boom. We zeiden nog van, oh ja, nou, we prikken ze daar in de aarde, want daar is het beter. Maar... Dat was niet zo verstandig. Hij schoot net wel langs de boom, maar... Kleintje? Ja, kleintje. Maar tot nu toe, alles ging voor mij tegelijk. Langs de boom, let op. Ja, precies langs de boom hoor. Staat daar ook nog eentje aan? Nee. Nou, precies, ja, ik hoor bijna geen verschil. Nee, zelfs van die dumbum hoor ik geen verschil. Nee, echt niet. Het is alleen die sier. Ja, dus alles bij elkaar. Ik vind het, kijk zelf mogelijk, ja, ik heb vind alles mooi. Oh ja, en? En we hebben nog wat leuks. Het is een mededelingsvideo bijna. We hebben veel informatie. We hebben veel informatie, ja. Want we zijn op weg naar de 300.000 abonnees. Och! Help ons eventjes naar de 300k, ja. Want wij gaan echt als een malle. We hebben het bijna. Ook. We hebben het bijna. Maar om het te vieren heb ik nu alvast wist ook, omdat we al bijna de 280.000 abonnees hebben. Ja, en wat gaan we doen bij de 300k? Dat blijft nog een verrassing. Blijft nog een verrassing, maar dat wordt helemaal knetter. Dat wordt echt knetter. Dat wordt echt knetter. Oké, laten we eventjes wat gaan stoken. Rouw je nog? Ja. Dan mag jij de andere doen. Is goed. Eventjes naar boven kijken, geen bomen. We maken toch weer een klein fout. We maken toch weer een klein foutje. Nou ja, ready. Ready. Die rode vind ik zo sick. Ik ook. Ja, het lijkt steeds dat hij tegen de bomen komt, maar het gaat er langs. Nee, het gaat er langs. Kijk, we hebben hier één open gehad, let op. Kijk, hier knallen ze steeds tussendoor. Dus dat deden we net ook netjes. Want kijk, hier staan die andere tunnekings. Die gaan hier precies tussendoor. Maar ja. Ik vind stoken. Het heel mooi. Ik ook. Hey, steek maar aan. Jongens, vanaf een afstandje. Hoe gaat dit klinken? Geen idee. Zo. Ja, dit is ook mooi. Wat, hoeveel waren er? Best veel. Ja, ging best lekker. Zo, maar die van de afstand, die foep, die is lekker. Foep. Ja, ik vind die, die waren trouwens alle dumbums. Die dumbums vind ik wel heerlijk hoor. Ja, die lift is lekker. Gaan we de Six. Ik ben wel fan van de Six geworden. Ja, ik ben echt fan. Want van... hebben we deze ooit gehad vroeger? Nee. Ik vind ze wel echt heel vet. Ik vind ze echt heel vet uitzien. Maar ik heb wel een beetje het gevoel dat ze gewoon een beetje... de knal is relatief hetzelfde, maar de ene heeft een effectje, de andere heeft een titaniumtje. Het is gewoon wat je zelf persoonlijk mooi vindt. De kleine gaat iets lager dan die grote natuurlijk. Ja, want dat is natuurlijk logisch. Maar ja, fik erin. Ja, kleine krekkeling. Verschil, hè? Tussen sommigen. Ja, gewoon kleine krekkeling is wel mooi. Heel vet. Yay! De laatste alweer. Dumbum. Vier stuks, één dumbum en twee detonators. Ga je weer zo'n mooi projectje maken? Nee. Of doe die dumbum los? Ja, ga gewoon lekker stoken. Is goed. Gewoon zo. En steek ze gewoon om in om aan. Och, kom maar. Dumbum. Hij valt ook gewoon eventjes, ja, ik vind hem echt qua effecten zo mooi, maar knal is echt wel hetzelfde als de Six en weet ik wat. Maar qua sensatie... Oké, hey. Een nieuwe. Komt rechtstreeks uit de lucht vallen. Maar zonder voetje, dus dan moet je even zorgen dat hij wel een voetje heeft. Ja, en de modder drukken. Hoppa. Dit is zo'n kleine en een grote tegelijk. Ja, ja, dat hoor je wel. Twee detonators. Detonators, ha. Okay. Lekker thunderkings afsteken. Ja, echt, dit is heerlijk. Mensen, bedankt voor het kijken. Later! Later!